Ja, toen ik een jaar of 17 was, moest ik naar de dienstkeuring. Ik zeg tegen hem van, joh, ik ben hier hooguit een uur. Dan moest ik bij drie officieren komen, ik zat achter een bureau. En dan kreeg ik twee vragen van, en waarom wil je niet in dienst, waarom kan je niet in dienst? Ik zeg, nou, ik wil niet in dienst, want jullie wisten vanaf 1932 goed raad met ons. En ik kan niet in dienst, want waar ik eigenlijk vandaan kom, we hebben geen land. Hoe wil ik me voor een land leren vechten? Dat ga ik gewoon niet doen. Ik krijg nog wel een derde vraag. Oké, wat als er nou oorlog uitbreekt, wat doe je dan? Ik zeg, nou, ik ben de eerste die schiet om mezelf te verdedigen. Ik bedoel, dat is logisch. My father was a musician, and we traveled around in the Netherlands with our family orchestra. And wherever they had a contract, we went there, and that was a beautiful life for a young kid like I was at that time. That was wonderful. Well, I'm a Sinto, and my people are called Sinti. In general, people call us gypsies. And like the Jews, the Germans didn't like us. De Tweede Wereldoorlog en met name de moord op 230 minimaal Nederlandse zigeuners, zoals ze toen werden genoemd, heeft een enorme impact op die gemeenschap zelf gehad. Met uiteraard op degenen die de oorlog hebben overleefd. Dat is ook niet zo gek. Dat geldt natuurlijk ook voor Joodse Nederlanders. Grote delen van hun familie zijn vermoord. Soms zijn er maar een paar leden van een gezin overgebleven, of zelfs maar één. Dus dat een enorm trauma heeft teweeggebracht in die gemeenschap, dat mogen duidelijk zijn. And I looked up and I saw my father. And my father yelled out of the train to my aunt, Muzla, Muzla, take good care of my boy. And at that moment, which is, you know, all my life I live with that one moment, I saw the train to Auschwitz leaving with my father looking at me, and the train, our train, was also leaving, and that was the last I saw on my loved ones. De Nederlandse samenleving en de Nederlandse staat ook wel heeft meegeholpen. Het was niet hun initiatief, maar ze hebben natuurlijk wel meegeholpen om die razzia mogelijk te maken. Dus daar is ook wel een collectieve schuld, ligt daar ook wel. Nou, als je dat vanaf de andere kant kijkt, dan zie je dat er aan de ene kant, er is een grote mate van continuïteit als het gaat om hoe de samenleving tegen zigeuners, Sinti en Roma, aankijkt. Die was heel negatief voor de oorlog en die is ook op dit moment nog steeds negatief. Roma integration is a delicate term, you know. It seems to suggest that they need to do something in order to catch up with the majority societies. But what we actually need to understand are these moments and processes of exclusion. Er zijn heel veel Roma en Sinti die best wel succesvol zijn, educatie hebben gevolgd en je eigenlijk gewoon geheel mengen in de samenleving. Maar eigenlijk door het feit dat er zoveel oordelen en stigma hangen aan de Roma en Sinti, niet eigenlijk durven uitkomen voor wie ze echt zijn. If we instrumentalize the Roma Holocaust remembrance in terms of what happened, you know, the facts, which are important, but we much more need to understand these processes of exclusion. Because that's the connection to today, and that's the connection to the improvement of European societies and make them more inclusive.
So the history of the genocide of the Roma and Sinti came up in the International Holocaust Remembrance Alliance nearly 10 years ago, when a small group of educators realized that there's a huge challenge to address the ignorance. Basically, from that time, we've managed to convince the larger community within the International Holocaust Remembrance Alliance, now 31 countries, that this topic needs to be addressed. And it's very complex. It's not only about knowledge, it's also about responding to prejudices, not only of students, but also of educators and of policymakers. Er zijn nog steeds veel episodes, of diverse episodes uit de Tweede Wereldoorlog, waar Nederland niet voldoende van weet, of waar minder kennis over is. En de geschiedenis of de genocide op de Roma en Sinti is één van deze episodes. Een andere episode is bijvoorbeeld de oorlog in Nederlands-Indië. En wat wij als comité doen is ook door bepaalde zaken te programmeren op 4 mei, door aan bepaalde aspecten aandacht te besteden in educatieve projecten en ook in communicatiecampagnes, daardoor proberen wij als het ware die wat meer blanke stukjes in te kleuren en meer gezicht te geven en mensen meer profiel te geven. Een voorbeeld daarvan is het feit dat bijvoorbeeld Sony Weiss vorig jaar heeft gesproken tijdens de Nationale Herdenking. Daarmee vertel je ook het verhaal van de Roma en Sinti in Nederland. And I'm married now for 53 years, as a matter of fact. And I'm probably the happiest person in the world because I have two beautiful children, a daughter and a son, four grandchildren. They've grown up now. The oldest grandchildren are 20 years of age. And this is fantastic. They couldn't kill us all. They could not kill us all. We are still here. After all those years, after thousands of years of exclusion, of discrimination, we're still here. And we're going to be here for another 1,000 years. Many people know about the Jewish, the Moroccan, the Turkish minorities, but that we also have Roma and Sinti in the Netherlands is generally unknown. So it's also a symptom that we do not have this particular political and social infrastructure, for instance, the financial support for Roma and Sinti organizations is lacking already for a very long time. That as soon as there are problems, there is money, but as soon as Roma and Sinti would like to do something to organize, for instance, in terms of developing a self-organization, there is never money for these issues. Anti-Semitism and anti-Ziganism can only be changed in the long run by education. To change people's behavior, you have to change their minds first. You can only change their minds and their opinions when you can reach them with new information and new stories and new perspectives. Yeah. Sunena o Radio Patrin. Pats relational en sugar tomorrow dive. Am dive si parastui tritonove. Palo Romana genocido si bud bari recognacia av dive ke ameno Roma shaitova chalardeka dalestar. No ma yek nevo momento si akana kai muset dedica savi si nevi perspectiva te va querer petaete avel bud shukar jando Romano genocido kadalestar o ashunipe yek nevo glaso yek nevo jan di pe so shai te kerel pan de yek nevo tan si kova so ameno Roma akana avdive musai te keras. Savi rekognacija shai te avel bi e romengo glaso bi o i romani godi palo romano genocido. Te i naštite kerel pe edukacija palo romano genocido, biro mengo kanao roma šajte den majbaro kotor vaši rekognacije.